It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag ga ik het met jullie hebben over natuurlijk Call of Duty Black Ops 3. Want ik heb een beetje informatie hier in mijn boekje geschreven wat ik gisteravond heb opgestopt. Maar eerst, op de achtergrond gameplay, zien jullie een team damage potje op Call of Duty Black Ops 2. Gespeeld met de Scar H op de map Meltdown. Het is een best wel chill potje, dus geniet daar natuurlijk van. En op mijn Scar H staat natuurlijk een silencer en een adjustable stock met een diamond camera erop. Dus, dat is de achtergrond gameplay, geniet daarvan alvast. En we gaan het nu hebben over Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Want ik heb een aantal dingetjes hier voor me liggen waar ik het met jullie ga hebben. En ik ga het vandaag specifiek hebben over het knife system, oftewel de panic knives. Want op Black Ops 2 hier zo is er wel al wat gedaan tegen de panic knife. Want het knife gaat bijna nooit raak, tenzij je echt tegen iemand aanstaat. En dan gaat 9 van de 10 keer nog eens mis. Dus ja, maar als je gaat kijken bijvoorbeeld naar MW2, MW3, Black Ops 1, al die andere kots. Advanced Warfare, zelfs Ghost nog, daar kan je gewoon panic knife. Panic knife houdt in dat je terwijl je schrikt van iemand, dus bijvoorbeeld die sniper die net voor me stond, schrok ik gewoon en ik druk op mijn knife button waardoor ik hem knife. Dat is panic knife. En in Black Ops 3 gaat dat dus niet meer kunnen gebeuren, want als jij in Black Ops 3 iemand wil panic knife, ga jij niet meer knife. Wat er dus gaat gebeuren is, jij gaat met je wapen iemand slaan, waardoor je een hitmarker krijgt. En dat kan dus chill zijn, want dan heb je geen last van panic knife. Maar het kan ook in een nadeel zijn, want je krijgt niet alleen een hitmarker. Want de persoon die jij slaat, wordt, laat maar zeggen, een soort van gestunt. Want je kan een paar seconden niet meer bewegen, je kan niet meer lopen, je kan niet schieten. En ja, de persoon die dus jou slaat, ik neem aan dat het geen knife meer wordt, hoor, want ik denk dat het slaan of slamming heet, panic slamming, maar dat kan dus niet meer, omdat je gewoon hitmarkers gaat krijgen. En ja, dus je krijgt geen instant kill meer, maar hitmarkers. En ja, wat ik dus net al zei, ik denk dus dat het slammen gaat heten, slammen heet ofzo, want in Advanced Warfare, ik weet niet of het dan echt knife is of is het echt puncher, een van die twee, ik heb echt geen idee. Ja, in Advanced Warfare kan je dus, laat maar zeggen, kijk, daar zat ik op te wachten, op de achtergrond gameplay knife dus ook mis, omdat ik daar schok. Maar Advanced Warfare kun je natuurlijk ook nog best wel redelijk panic knife, dat als iemand voor jou staat, je automatisch een beetje naar die persoon toe wordt gezogen, waardoor je hem toch nog kan raken. En ik ben daar zelf best wel blij mee, omdat de mensen die altijd al zitten te wachten op panic knife kunnen niet meer gaan doen. Want hun zijn ook in de nadeel, want ze kunnen een paar seconden niet schieten. Waardoor jij, als jij geslamd wordt, misschien wel weer kan schieten. Waardoor je dus alsnog de kill krijgt, terwijl je normaal anders gewoon al dood had gegaan. En ja, ik denk dat het natuurlijk best wel goed uit kan gaan pakken. En ook minder bullshit deaths bijvoorbeeld als je op hoge streak zal zitten krijgt. Want als ik bijvoorbeeld met een SMG loop en dan hunt ik eigenlijk voor close quarter combats. En als je dat in MW3 bijvoorbeeld doet en je zit op een 23 streak en je komt iemand tegen waar je tegenaan staat, bam, die drukt op zijn rondje of drukt op zijn R3, ik weet niet hoe je dat instelt. En ja, die heb je gewoon genijfd. Dat kan dus niet meer, dus als er een nuclear of een DNA bom of een MOAB of een nuke in zit, kan je daar niet meer van doodgaan. Er zijn natuurlijk wel andere manieren waar misschien bullshit in Black Ops 3 komt te zitten, maar daar heb ik op dit moment nog niet veel van gehoord. Wat ik wel ook weet is dat er binnenkort een andere video over een perk aan gaat komen, namelijk Sixth Sense. Of Sixth Sense, daar heb ik ook al informatie over opgezocht. Dus die kan ook één deze dagen online komen of één deze weken. Dus moeten jullie deze video even liken natuurlijk. Maar ik zou graag jullie mening in de comments willen weten van wat jullie mening dus is van het slammen of het knijven of het slaan, wat het ook moet gaan worden. Ik denk persoonlijk dat het wel goed kan gaan worden, maar aan de ene kant weet ik het toch ook weer niet. Want als jij bijvoorbeeld, ik geef eerlijk toe, ik knijf zelf ook wel eens. En als je out of ammo bent, dan heb je echt een probleem. Ik weet ook niet hoe het zit met het combat knife systeem, of je dan ook twee keer moet raken, dat neem ik aan van niet. Maar ik denk
dus dat het, als je out of ammo bent en je hebt geen combat knife aanstaan, bijvoorbeeld een secondary, dat je dan wel fucked bent, want dan moet je of een ander wapen zoeken of iemand gaan slammen, wat denk ik niet al te best is. Maar de achteraf gameplay zit er alweer bijna op. Laat je mening in de comments weten, dan misschien zie ik er wel van. En ja, het potje erop. Dus, mocht je genoten van deze video, laat alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter, dat helpt mij natuurlijk enorm. Hoop ik jullie ook te gaan zien bij de volgende video. Dus, zoals ik al zei, dank voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Later.